En verder, omdat dit de laatste vergadering is, wil ik dit even kwijt aan jullie. Want we hebben de afgelopen periode hebben wij veel met jullie samengewerkt, zeg maar. Met de een wat meer dan de ander. Wellicht alle bestuurscommissieleden of het dagelijks bestuur. Sommigen wat actiever. Hebben wij vaak ingesproken. En we hebben mede dankzij jullie luisterende oor. En ik denk ook wel dat jullie achter de schermen meegedaan hebben om... om ons zeg maar een toegankelijker Zuidoosten te geven. Bijvoorbeeld, we hebben op een heel activistische manier opgetreden tegen de ontoegankelijkheid van No Limit. Nou, No Limit is nu op een acceptabele manier toegankelijk geworden. Ook het vrijwilligersfeest is op een acceptabele manier toegankelijk geworden. De buurthuizen, niet alles is 100% toegankelijk, maar ik wil het even laten weten. Kwaku, daar zijn we ook samen mee bezig geweest. De afgelopen nieuwjaarsreceptie, ik denk 2017, toen we ook AT5 hadden ingeschakeld. Ik heb gemerkt dat jullie allemaal daarna wel je best hebben gedaan om voor toegankelijke ruimtes te kiezen. Dat geldt ook voor jullie vergaderingen op locatie. Eén keer is het misgegaan, maar daarna hebben jullie wel extra opgelet. Nou, daar wil ik jullie voor bedanken. En tenslotte ook merken wij dat onze invloed heeft gespeeld. Natuurlijk ook omdat jullie, denk ik, dat serieus hebben genomen. Dat bijvoorbeeld de openbare ruimte, mensen merken het niet, maar achter de schermen hebben wij wel voor een betere openbare ruimte gezorgd. De fietspaden zijn beter geworden. Sowieso de voetpaden, de winkelcentra. Maar als wij dat alleen hadden gedaan en jullie daar op de achtergrond ook niet over, denk ik, mee beslist hadden, dan was Zuidoost nu iets minder toegankelijk. Dus ik denk dat we samen in de afgelopen periode Zuidoost wel wat toegankelijker hebben gekregen. En daar wil ik jullie voor bedanken. Dankjewel.